Hallo allemaal. Graag wil ik vandaag het boek Kaya's Wijsheid van Claire van Winden bij jou onder de aandacht brengen. Het is als uitgever echt zo bijzonder om iedere keer te mogen samenwerken met mensen die hun verhaal delen, hun passie delen. En wat Claire van Winden met jou deelt, is zijn teksten voor het krachtig volgen van je eigen weg. Het mooie van deze teksten is dat Claire eigenlijk je meeneemt op je pad van ontwikkeling en groei. Maar dan vanuit haar eigen ervaring. Dus dat ze is gaan schrijven van met haar eigen twijfels, haar eigen vragen. Van joh, universum, hoe zit dit nou? Hoe kan ik hier nou verder mee komen? Wat moet ik hier nou mee? Zit ik wel op de goede weg? En zo heeft ze allemaal inspirerende teksten geschreven... die eigenlijk uiteindelijk niet alleen haar kunnen inspireren, maar ook jou en mij als lezer. En dat was dus ook echt het geval dat ik het manuscript in de handen kreeg. En ik het ging doorlezen van A tot Z. Het was gewoon een feest van herkenning. Dit is zo'n boek waarvan ik had ik die zelf maar op mijn pad van ontwikkeling gehad. Want zo vaak twijfelde ik, zijn de boodschappen die ik door krijg wel juist? Interpreteer ik de tekens wel juist? Zit ik wel op de goede weg met hoe ik dit begrijp? En dat soort teksten vind je juist in dit boek Kaya's Wijsheid terug. En het zijn boodschappen van de ene zuster naar de andere, van de ene mens naar de andere, om je te helpen groeien, om door te zetten. En vooral ook soms niet je moed te verliezen, als je denkt, ben ik er nou nog niet? Dus ik vind het echt Kaya's Wijsheid een aanrader voor die mensen die bewust bezig zijn. En ook voor die mensen die ontdekken dat ze meer een lichtwerker zijn. En dat ze meer toe te voegen hebben aan het leven. Dus alleen maar door voor zichzelf te zijn. Dat ze meer verschil mogen maken voor een ander. En dat kan zijn als lichtwerk, als healer, coach, inspirator, readingen geven, massages geven. Maar ook als jij merkt dat je een passie hebt voor taartenbakken en daar iets mee wilt doen. Tekenen, schilderen, knutselen, handwerken. Wandelen, wandelcoaches, dat soort zaken. Het maakt niet uit. Als je merkt dat je gaat werken en leven vanuit je ziel en ook daarin je werkzaamheden gaat aanpassen of je activiteiten meer gaat aanpassen. Dat is echt Kaya's Wijsheid van Claire van de Winden. Van Winden, sorry. Een aanrader voor jou. En je kunt hem bestellen. Hij is vanaf nu beschikbaar en vanaf 23 september 2020 ligt hij ook overal in de boekwinkel. En kun je hem bestellen via iedere site. Dankjewel. Mocht je nog meer willen weten over dit boek, over Claire, check dan de link hier op de, genoemd in de video. En kijk daarvoor meer informatie. Of kijk bij de familie. Vast bij de video zit ook ergens daarbij in de omgeving een bestellink of een link naar de auteur. Dankjewel. Dit was de boekbespreking Kaya's Wijsheid van Claire van de Winden. Ben je nog geïnteresseerd in meer boeken of andere boeken van Walking My Revolution Publishers? Check dan onze website en laat je inspireren en met gemak leiden. Ik wens je een heerlijke dag en graag tot de volgende keer. Dag!